Vanaf de tweede week van april speelt Theaterstichting Quibus de vrolijke kinderopera Rattenkwaad, hier in Theater Pantalone. Hoe gingen de voorbereidingen? RTV 9 nam een kijkje. Niet schreeuwen en niet gillen, wij houden van dat stille. Het vrouwtje is nu lekker in het bos. Wij luieren en spelen, wij zijn ook met zoveel. Als zij van huis is, gaan wij lekker los. Kort kunnen vertellen waar Rattenkwaad over gaat. Rattenkwaad gaat over een mevrouw die heeft een heel aardig huisje in het bos. En ze is er ook heel tevreden mee. Behalve dan dat er ook ratten onder het huis wonen en daar is ze minder gelukkig mee. En in het bos wonen ook ratten, die hebben daar een heel aardig huis. En ze hebben daar prima naar hun zin. Maar er woont een vrouwtje boven waar ze eigenlijk niet zo leuk vindt. En daar gaat het over. Roos Liesje. Liesje is een kinderratje en die houdt heel erg van lezen en leren en is nooit echt zo gediend op dat gejaag en dat gedoe. Ik heb dus acht kindertjes in het stuk en die moet ik natuurlijk van alles leren. Hoe ze bijvoorbeeld van een rattenval of een rattenklem, hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat ze zachtjes moeten zijn als het vrouwtje thuis is. En, verder wil ik er niet te veel over vertellen, want dan weet iedereen al te veel. Hè? Moet allemaal komen kijken. Ik heb de muziek geschreven voor het stuk. En op dit moment ben ik bezig met het kleine ensemble om de muziek voor te bereiden. Het is muziek voor kinderen, dus je kunt het niet te moeilijk maken. Aan de andere kant mag het ook niet te makkelijk zijn. Het moet wel een uitdaging blijven. En ik denk dat het vrij vrolijke muziek is. Er zitten natuurlijk wel wat gemene stukjes in. Die zijn dan eigenlijk voor de volwassenen bedoeld, voor het vrouwtje met name. Dat is in eerste instantie niet zo'n hele aardige vrouw. Zo komt ze in ieder geval over. Maar gaandeweg het stuk verandert ze en zeker... De rattenvanger die heeft een goede invloed op haar, zowel als de ratten. Wat ik tot nu toe gehoord heb, dat is dan een stukje wat ik op YouTube gezien heb, opname die jullie gemaakt hebben. Ik denk dat ik het wel heel aardig vind wat ze doen. Het klinkt goed. Er zit ook vorm in. Ja, ik ben wel blij. Nou, dat is een meisjesrat. Een van de kinderen van de ratten. En ja... Die zit ook gewoon in een familie, dus. Aan het begin vond ik het heel erg druk. Er was ook zo'n heel druk jochie of zo erbij, maar het is nu weggegaan. En nu is het ook heel leuk geworden. Het wordt ook een heel leuke show. Ik vind
vind het leukste stukje om... in het koekje te eten. Ja, je mag het eten. Nee, ik vind het leukste als je mag spelen. Want dan zit je onder het podium en dan zitten de anderen een beetje te zingen en dan mag je een beetje kaarten en zo met de anderen. Ik ben nu een stoflegging aan het maken voor een van de kostuums. Dus dat betekent de patronen erop en dan uitknippen, dan kan het daarna weer genaaid worden. Ik vind het zelf heel spannend. Ik heb al een paar keer meer meegedaan met een stuk van Quibus. Maar nog nooit een stuk wat geheel gezongen is, wordt. Dus dat vind ik allemaal wel heel erg leuk en spannend.